What's up guys en welkom bij de meest supergaande talkshow van Nederland. Mijn naam is Nessim. Mijn naam is QC. En vandaag de gast hebben wij, ik denk wel de oudste mensen die we ooit aan tafel hebben gehad. maar wel heel populair. Ja, maar heel populair. Veteranen, moet ik dat wel zeggen. Ja, veteranen. Ja, stel ze voor. Hier. Nou, Kees. Jiggy. En Jesse Klaver. Goeie mix dit. Oh, nou, ja. Ik had eigenlijk een applaus verwacht, maar niemand reageerde. Niemand. We hebben het album ook nog niet af. Ik weet niet of we daar meteen over gaan praten, maar... En primeurtje. Drie mensen aan tafel. Oh ja. Eerste keer. Ja, eerste keer. Een nieuwe bezetting van Great Minds. Ja, slightly less great. Winnen is vervangen door... Ja, Winnen Klaver. Stik de Koning. Nou, ik ben gewoon gebleven. Ja, jongens, wij beginnen de show meestal met wat nieuwtjes van de week. En het eerste nieuwtje is... Wie brief stopt ermee? Ja. Ja, dat is het eerste nieuwtje. Hey, top, tweede nieuwtje. Nee, maar... Wat vinden jullie ervan? Ken je Be Brave? Nee. Niet? Nee. Bro. Nee. Je hebt toch zijn muziekkeuze gezien voor vandaag? Dat is vandaag gepubliceerd. Ja, klopt, ja. Er zat geen Be Brave tussen. Wat vinden we ervan dat Be Brave is gestopt? Oh, sorry. Of vinden jullie Be Brave echt kut, dat je er niet over willen praten? Ik ben denk ik te oud om daar nog een mening over te hebben. Ja? Ik vind het op zich best wel jammer. Ja, ook. Want... Ik bedoel, je breekt heel veel meisjes harten, toch? Oh ja. Ik denk dat het wel altijd goed is voor een jongensgroep om te stoppen als je piekt. Want dan blijft die herinnering wel warm. Maar waarom stoppen ze altijd? Dat is met iedereen, zeg maar. Elke boyband kapt ermee. En dan gaan ze uit elkaar. Ja, omdat je op een gegeven moment... Word je te oud om in een boyband te zitten? Dan wordt het een mannenband. Dat kan ik weer niet. Great Minds was ook een soort van een boyband. Ja, zeker. Is het niet gewoon dat op een gegeven moment de ego's ook een beetje uit elkaar groeien? Dat nu moet je de aandacht delen. En één is er beter en dan willen ze gewoon voor zichzelf gaan. Je wil solo? Blijf je ruzie te hebben dan? Of? Nee, ze zijn gewoon echt met liefde uit elkaar gezorgd. Gewoon solo. Dat is nooit waar, hè? Nee? Dat weet je. Iemand ze binnen nu in een jaar weten we waar. We zijn als vrienden uit elkaar. Ja. Dat is het een beetje. Eens dan zijn zusjes. Gaat sowieso mis. Er is iemand wilde solo. Hoe heet ze ook alweer? Nick Londen wilde solo. Tweede nieuwtje is de auto van Biggie waar hij in is geschoten wordt verkocht. Ja. En geveild. Ja. Interesse? Nou, jij hebt op zich wel een money om die ding te kopen, man. Tuurlijk. Wat voor auto is het? Kapotgeschoten auto's. Spaar kapotgeschoten auto's. Ja. Ik wil die BMW van Tupac ook wel heel lang hebben. Maar? Ja, het staat niet op Marktplaats. Ja. Nee. Jij hebt wel een soort traditie om dronken dingen te kopen op Marktplaats. Ja, dat wel, ja. Wat is het ergste wat je hebt gekocht, dronken? Het album van Ergste? Sorry. Wat zei je? Het album van? Wat zei je? Ik zei het album van Reemster. Maar goed, moest je bij zijn. Oh, dat is wel goed. Dat is gemeen. Schrijven jullie die grappen ook op? Maar wat is het ergste wat je ooit hebt gekocht? Ik weet het niet. Ik heb volgens mij twee porselein, twee ratten, opgezette ratten. Die, laten we zeggen, het hoofd is eraf en dat is dan gezet op een porseleinen 17e eeuwse figuur. Hoeveel kost het? 30, 40 euro, ik weet niet. Oh. Jesse Klaver, a.k.a. is het Yasser Ferras? Is dat een soort van je vroeger je naam geweest? Of? Nee man, ik ben Jesse Klaver. Jesse Ferras Klaver. Er gaat dus wel zeg maar, een gerucht rond, zeg maar, dat je... Ja, tenminste, het is niet echt een gerucht, maar dat je je naam hebt veranderd. Ja, maar dat slaat echt... Dat slaat echt helemaal nergens op. Ik weet niet waar het vandaan komt, maar er zijn een paar mensen die denken... Oh, het is een halve Marokkaan, dus die kan geen Klaver heten. Mm-hmm. Maar je bent een halve Marokkaan? Ja. Waarom draag je geen nektasje? Dat doe ik alleen in het weekend. Dat is wel nice, man. Ja. Gucci, Louis? Prada. Dat is een klassieke, man. Dat is een klassieke. Dat is wel een monnetje, man. Ik snap de hele theorie van die tasjes niet, trouwens. Waarom is handig aan het snappen, man, bro. Waar laat je drugs, moet je je afvragen. Ja. Gewoon achter mijn oor. Ja. Ik vind het nooit zo knap. Nee? Nee. Je zou het niet rocken? Nee. Het is wel op festivals is het wel echt super handig. Dat is echt handig. Ja. Maar je bent half Marokkaans. Ja. Maar om heel eerlijk te zijn, je ziet het niet echt aan je. Of zo. Nee, ik ben ook gewoon een Nederlander. Nee, dat snap ik. Ja. Maar als in, heb je iets van cultuur meegekregen? Nee, ik ben zonder mijn vader opgegroeid. Dus ik ben, mijn oma is Indonesisch. En daar heb ik veel meer van meegekregen.
van de Indonesische cultuur, van de Marokkaanse cultuur heb ik niet veel meegekregen. Dus je weet niet hoe je couscous moet maken ofzo? Zeker wel. Ja, echt? Ja, tuurlijk weet ik hoe je couscous moet maken. Tuurlijk echt? Wel. Ja, tuurlijk. Weet jij hoe je couscous moet maken? Ik ben eigenlijk geen mokro, man, bro. Ja. Nee. Nee. Maar dat is op zich wel sick. Dus... Ja, maar daar hoef je toch niet, zeg maar, dat, ja, dat en maar kan je echt maken of maak je zeg maar die Nederlandse couscous met droge... Nee, ik denk dat ik hem een beetje Indisch maak. Maar dat, doe ik met, okay. dat is een beetje mijn afwijking. Alles wat ik maak is gewoon net te heet. Ja. Nou, dat is op zich wel goed. Ja. Mogen we een keer bij je komen eten? Zeker. Doop. Ja. Maar heb je wel, zeg maar, je vader wel eens nog gezien? Nee. Never? Nee. Ik ben opgevoed door mijn opa en oma. Voor het belangrijkste gedeelte. Mijn moeder en mijn opa en oma. En mijn opa was een vader voor mij. En pas toen ik zelf vader werd. Ik heb twee kinderen. Dat was het eerste moment dat ik dacht, oh ja, wauw. Ik zou gewoon niet weg kunnen gaan bij ze. Ik zou ze niet in de steek kunnen laten. In hoeverre zou je zeggen dat het je misschien gevormd heeft dat je opgevoed bent zonder een vader? Ik denk dat vooral de rol die mijn opa en oma hebben gespeeld in mijn opvoeding. Want dat zei, ik ben gewoon door echt oudere mensen opgevoed. Dus ik ben misschien wel een beetje ouderwets opgevoed, denk ik. Zoals best wat? Nou, best wel streng. Oh ja? Ja. Maar op zich, je bent ook een soort van... je bent Molukker, toch? Of Indo? Molukkers. Je bent ook dan gewoon zeg maar, wel best wel streng opgevoed dan, denk ik, toch? Of niet? Dat ligt er een beetje aan wat je onder streng verstaat. Nee. Het valt wel mee. Heb je klappen gekregen, zeg maar? Dat wel. Er is wel discipline. Zeg maar. Ja. Je wordt wel gedisciplineerd. Er is wel een sterk gevoel voor ouderen zijn absoluut, hebben altijd gelijk. Ja. Ja. Dus daar is geen discussie over. Ja. Dat is gewoon zo. Als je de ouderen heeft gelijk. En iedereen die ouder dan jij is, dat kan een neef zijn. Maar vooral de ooms en tantes en de opa's en oma's. Iedereen is een oom en een tante en een opa en oma. Iedereen van een generatie ouder dan jij. Ja. En daar dien je naar te luisteren. Dat staat buiten kijf. Het maakt niet uit als ik vroeger bij mijn opa en oma thuis mijn ouders even niet waren en ik zei iets tegen mijn zus wat mijn tante niet aanstond, dan sommeerde mijn tante mij normaal te doen alsof ze mijn moeder was. Ja, precies. Maar je bent nu 30? Maar familie, weet je, je zegt, ik ben nu 30. Ja, iedereen is oom en tante. Dus ja. Mijn vrouw is gewoon helemaal Nederlands. Dat heb ik heel vaak moeten uitleggen. Maar dat is toch helemaal niet jouw oom. Dat is toch ergens een achterneef. Maar het is gewoon, alles is een oom, alles is tante, alles is een neef. En ook al is de bloedband misschien verder weg, het voelt ook als heel dichtbij. Ja. Maar zou je wel zeggen, want je bent 30, je bent vader van twee kinderen, je bent super ambitieus in politiek. Mm-hmm. Zou je zeggen dat daar verband is tussen, laat ik zeggen, je moet denk ik wel bovengemiddeld ambitieus zijn om op deze leeftijd al te zijn waar jij bent. Mm-hmm. Heeft dat iets te maken met dat je dus zo traditioneel misschien opgevoed bent? Ja, wel. Mijn opa, ik weet heel goed, ik ging studeren toen ik 18 was. En mijn moeder die heeft altijd heel veel gewerkt om het überhaupt mogelijk te maken dat ik zou kunnen gaan studeren. En toen zei hij, oké, je moeder heeft bijbaantjes gehad. En die heeft super de best gedaan dat jij kan gaan studeren. En nu moet jij het waarmaken. Dus geen galante fanten, keihard werken. Dus ik heb mijn studie in 4 jaar afgerond. En daarnaast alles gedaan wat ik moest doen. En hij heeft mij wel ambitie bijgebracht. Altijd doorwerken, doorbeuken. En niet tevreden zijn. Nooit tevreden zijn. Man. Jiggy en Kees, tot in hoeverre zijn jullie eigenlijk betrokken in de politiek? Heel erg betrokken, denk ik wel. Ja. Ik vind het heel belangrijk. En waarom? Nu vond ik het vooral heel erg belangrijk. Omdat ik nu het idee heb dat het... ik herken mezelf in ieder geval niet terug in de meeste dingen die ik op tv zie, uit monden hoor komen van politici. Mm. En ik heb het gevoel alsof het heel erg de verkeerde kant op gaat of zo. Is het zo heftig, hè? Waar zit dat voor jou in? Als je denkt dat het de verkeerde kant op gaat? Nou, ik vind dat er gewoon heel veel domme dingen worden gezegd eigenlijk aan de lopende band. En gewoon onwaarheden worden verkondigd en dat iedereen in een soort gekte is beland. Iedereen is bang. En ik vind het vrij krankzinnig dat we in een situatie zijn gekomen dat nu blijkbaar een heel groot deel van de mensen die het gevoel hebben dat mensen die op de vlucht zijn uit een oorlogsgebied een bedreiging voor ze vormen, in plaats terwijl we ondertussen een belastingparadijs zijn voor allerlei multinationals die ons hier tiendubbel naaien. En daar niemand het over heeft en we hebben het dus over mensen alsof die echt duidelijk, daar is geen discussie over, heel erg hulp nodig hebben. Ja. Volgens mij hebben we heel veel, zijn we ontzettend rijk, gaat het heel goed. Ja. En er is een soort angst voor mensen die er anders uitzien. En een soort krankzinnige angst die de hele tijd maar gevoed wordt. Ja. Door iedereen, bijna. En ik vind ook dat niet alleen politiek, maar ook in de media vind ik dat iedereen of niet nadenkt, of gewoon echt niet in het leven staat. Dat kan ook, dat ze gewoon echt op een soort eilandje zitten. Maar het houdt je wel echt bezig, zeg maar. Je denkt er echt over na, over al die dingen. Ik kan me er heel erg over opwinden, ja. Ja. Maar kunnen jullie je voorstellen dat de jeugd soort van een beetje de vertrouwen heeft verloren in politiek? Dat geldt denk ik niet alleen voor de jeugd.
denk dat mensen van alle leeftijden voor een goed gedeelte hun vertrouwen kwijt zijn in de politiek. Maar ik denk dat dat heeft ook te maken met wat ik denk dat Kees zegt, is dat polarisatie is een hele soort veel gebruikte term in ook weer deze verkiezingen. En ik denk dat het feit dat we zo uit elkaar gevallen zijn als land, als maatschappij, dat geeft je ook de indruk dat we dus niet door één deur kunnen met z'n allen. Je hoort iedereen. Ja. Dus je krijgt alle standpunten van alle andere partijen en alle, vooral eigenlijk van de stemmers, van de kiezers, van de burger, die krijg je vooral heel veel te horen. Is het op je eigen Facebook of op je Instagram of whatever. En daar zie je natuurlijk mensen dus zich fanatiek uitlaten, met name via social media, wat eigenlijk een hele slechte manier is om te communiceren, want je bent niet echt met elkaar aan het praten. Je bent vooral, wat ik breindiarree noem, dat is je bent daar gewoon aan het spuien. Hmm. En dus lijkt het allemaal, denk ik, veel extremer dan het in werkelijkheid is. Ik denk dat we elkaar veel makkelijker kunnen vinden dan dat we nu misschien het gevoel hebben. En dat is denk ik ook, daar ligt een grote rol weggelegd voor media. Mm. En ik maak me niet per se zorgen, maar wel dat ik denk van, ik denk dat wij als ondernemers in jongerencultuur in ieder geval. Mm. En dan, Kees doet het allemaal nog weer langer dan ik, dus ook zijn invloed is ook groter. Maar daarom besprak ik het ook met hem. Dat ik denk dat wij daar wellicht een licht in kunnen zijn. Een soort eerlijker daarin kunnen zijn. En een goede invloed kunnen uitoefenen op wat de toekomst is. En dat is de jeugd. Maar besef dat er heel veel jongeren zijn die... dan heb ik het vooral, naar mijn gevoel, over de allochtone jongeren. Mm. Die zeg maar heel erg zijn van, ja, fuck politiek, boeit me allemaal niet. En het is allemaal leugenaars, bla, bla, bla. Zeg maar, waar komt dat, denk je, vandaan? En kan daar wat aan gedaan worden? Nou ja, ik denk dat zij gaan veel af op wat zij horen. Ja. Enerzijds. Dus ik denk dat hun ouders bijvoorbeeld kan een hele grote invloed zijn. Ik denk dat jullie weten zelf hoe het gaat met tussen aanhalingstekens roddels of dergelijke. Als er eenmaal iets is gezegd in een groep, dan gaat dat reizen. Mm. Je kent dat spelletje toch? Van iemand fluistert iets in het oor en je fluistert het door. En aan het einde van het ding is het veel erger dan dat het was toen die eerste het fluisterde. Dat is denk ik wat er veel gebeurt in jongerencultuur. Is dus er zijn allerlei spookverhalen en allemaal dat soort dingen. En daardoor gaat zo'n tendens ontstaan. Maar wat ik denk dat belangrijk is dat dus de jeugd, zeg maar, enerzijds goed wordt voorgelicht door de mensen die daar verantwoordelijk voor zijn. In de eerste plaats zou ik zeggen de ouders en de docenten bijvoorbeeld. Mm. En anderzijds zelf ook het initiatief nemen om zichzelf goed voor te lichten waar ze kunnen. En dat is niet, zou ik zeggen, 100% hun verantwoordelijkheid. Zoals sommige politici wel proberen te zeggen van, dat moet je nou eenmaal zelf doen, want zo werkt het niet meer in de huidige maatschappij, zeg maar. Voor zover het ooit zo heeft gewerkt. Maar ik denk wel dat bijvoorbeeld ik ben... Vroeger, toen de tijd van toen nog gewoon Sinterklaas gevierd was. Ja, toen jullie nog meededen aan Punchline Battles. Maar toen was het denk ik wel zo dat we iets meer misschien werden opgevoed met het idee, we keken wel, een cent uit de politieke partij kwam tijdens de programma's die wij keken, kwam het voorbij. Laat ik zeggen, de jongste generatie nu, die al gebruik maakt van media, die krijgen hun media ingevuld door algoritmen. Dus die zien alles wat ze leuk vinden om te zien. En alle shit die ze niet leuk vinden, zien ze ook niet. Maar ik snap het wel. Ik snap heel goed dat mensen geen vertrouwen hebben in de politiek. Zeker. Eerlijk gezegd. Maar want ik zou ook geen... Het is ook gewoon een puinhoop al best lang. Ik mis daarin... ik heb nooit het idee dat iemand echt vanuit idealisme... No offense, ken je nog maar net. Maar, maar ik kan dat niet zo beoordelen. Ik geloof mensen helemaal niet meer. Nu zitten we met iemand zeg maar, die bij een partij zegt, wat vind jij hiervan, van wat hij zegt? Nou, ik hoor dit ontzettend veel terug van mensen. Dat het niet meer uitmaakt bij welke partij je hoort. Bijvoorbeeld, ik was in Groningen met het gas. Mijn partij doet, GroenLinks doet echt al jaren alles voor die mensen in Groningen om ervoor te zorgen dat de situatie beter wordt, dat er minder gas wordt opgepompt. Ik kom daar aan. Ik kom aan in Mercedes. En het eerste wat mensen doen is knetter boos op mij worden. Gewoon de politiek dit, de politiek. Het maakt niet meer uit wat ik zeg als politicus of wat mijn standpunt is. De politiek als geheel heeft afgedaan. Dus ik herken het wel dat mensen bij politiek denken, ja, jullie beloven van alles, wat gebeurt hier? Maar toch, je moet een onderscheid maken. Want er is echt een verschil tussen politieke partijen. Als je het hebt over handelaar in angst, wat politici zijn, die zo inspelen op angst en bangmakerij. Ja, er is echt een verschil tussen wat Geert Wilders doen en wat wij doen. Maar wie heeft het opgepakt dan? Wat ik denk, zeker in de jeugd, is het nu gewoon zo. Zij klikken op één ding, dan zien ze hun favoriete film. Dan klikken ze op een ander ding, horen ze hun favoriete liedje. Klikken ze op nog een ding en dan wordt er een tortilla op hun bed gebracht door thuisbezorgd. Snap je, zo makkelijk is het de kiesproces in dat wat ze leuk vinden, zeg maar. Nou ja, met politiek is het gewoon een veel langer proces. Je moet eerst je soort van ingelicht zijn. Je moet eerst weten waar het over gaat. Dan moet je een soort van je favoriete partij. Dan binnen de partij heb je nog weer heel veel keuzes. En vervolgens moet je dat eigenlijk soort van 4 jaar gaan volgen om te weten of jouw keuze die jij ooit hebt gemaakt, fucking lang geleden, of het zin heeft gehad. En ik denk dat, zeg maar, hoe jongeren nu
ja, hun hele leven inrichten. Dat is veel te lang. Ja. Dat is veel te lang. En dat is wel, dat is, ik bedoel, in alle, dat geldt niet alleen voor jongeren, dat zeg je. Hoe oud zijn jullie eigenlijk? Jullie verwijzen zo van naar vroeger. Ik ben 52. Ja. Nu 78. 78. Nee, ik ben 36. Ja. Ik ben 36. 45. Maar ik ben nog wel opgevoed met het idee van soms duren de dingen gewoon lang. Ja. En soms moet je moet een beetje geduld hebben. Waar ben jij eigenlijk? Ik ben 23. Maar zeg maar, nog een eerder terug zeg maar, dacht ik heel erg van ja, het maakt niet uit op wie je stemt, het is allemaal één pot nat en de regering die verneukt alles. Maar dat is het gemakkelijk en dat is wat ik net zei, hè? Van ja, maar het is niet allemaal hetzelfde. Je kan daar heel goed keuzes in maken en volgens mij is een cruciale keuze deze verkiezingen. Kies je voor partijen die bangmakerij doen, die het eigenlijk zeggen tegen mensen. Ik ga nu ook stemmen voor het eerst in jaren. Echt waar? Omdat ik vind dat het nu... Ik heb gisteren mijn stempas gevonden. Ik ging even zoeken. Ik denk van ja, misschien ga ik het proberen of zo. Maar ik zeg maar, overtuig mij vandaag om het te doen. Maar ik weet dat niet. Maar als je niet gaat stemmen. Daar zitten we hier. Ja, om mij te overtuigen. Maar jullie zijn daar mee bezig. Maar als je niet gaat stemmen, maak je ook een keuze. En wat je nu ziet is dat allerlei hele rare rechtse partijen worden groot. Dat zijn partijen die zeggen ja, vluchtelingen, dat zeggen gelukzoekers. Dat zeg je tegen mensen die vluchten uit een oorlogsgebied. Ja. Die hier naartoe komen. Sowieso, ik ben twijfels of democratie per se het beste systeem is. Zoals we dat moeten hanteren. Maar ik heb zoiets van... Nee, dan wordt het een lange avond. Dus. Nee, ja, ik vind het echt best wel heavy. Ik heb ook nog nooit gestemd, maar nooit van mijn leven. Nee. Maar waarom ben jij niet eerder gaan stemmen? Ja, omdat ik ook gewoon hetzelfde gevoel heb van ja, het maakt niet uit op wat ik stem. Het blijft toch allemaal hetzelfde uiteindelijk. Met één pot nat. Een pot nat, zo. Maar ik denk dat heel veel jongeren zo denken. Ja. En die denken van, ja, dat boeit me allemaal niet. Ik denk dat je gelijk hebt, maar wat ik vaak tegenkom, zijn mensen die zijn ontzettend, en vooral jongeren, zijn geschrokken van Donald Trump. Ja. Dat die toch, als en je de hebt, hele wereld. De hele, iedereen is dat die man toch president kon worden. En ik zie bij heel veel jongeren die wij tegenkomen, ook hier als we hier naartoe lopen, die zijn daarvan geschrokken. Die zijn plotseling met politiek bezig. Wij krijgen zoveel vragen van jongeren. Als wij ja, je bent opeens in een Batman-film beland. En dan wil je echt niet wil je gewoon winnen. Daar wil je gewoon niet in zitten. En dat is dus de keuze. Zorg je ervoor dat types als Wilders of Rutte winnen? Of zorg je ervoor dat er andere partijen die tenminste openstaan, bijvoorbeeld voor vluchtelingen, die het aanpassen van Sinterklaas, ja, dat is geen aanval op onze cultuur. Dat hoort er gewoon bij. Als mensen daardoor gekwetst zijn, dan pas je zo'n traditie aan. Simpel. Als je zegt, waar gaat het over? Over het hele leven. Het gaat over hoeveel wegenbelasting je moet betalen voor die auto die je net hebt gekocht via Marktplaats. Die was beschouwd. Het gaat over hoe lang je op school moet zitten. Het gaat over of je een huis kan kopen of niet. Maar ik moet wel eerlijk zijn, als ik dan bijvoorbeeld kijk naar al die debatten en zo op tv. En dan zie ik dat. En dan luister ik naar al die mensen uit de politiek. En dan ik word er zo moe van. Ja, ze doen het ook niet echt. Het is wel ook wel echt ergens anders gaan. Nee, maar het is niet echt. Ik snap wat je bedoelt. Je hebt ook niet het gevoel. Het gelijkt alsof het over iets anders gaat. Ja, maar. Er komen verschijnen dan. Ik ben overtuigd of zo om. Weet ik wel, voor die persoon X te gaan maar stemmen. Maar het ding of... is, wat wel zo is. En dat je dus de invloed die we allemaal hebben. Heel groot is. Is net zo goed als dat wij jarenlang. Ik in ieder geval jarenlang dacht dat bijvoorbeeld de muziek die ik uitbracht. Voor een kleine groep mensen interessant was. Dat was ook allemaal verder prima, maar ik deed het, want ik geloofde erin. Ja. Nu opeens, vorig jaar, is het soort van insane. Lijkt wel alsof gewoon iedereen, weet je, zoals met Broerliefde, had iemand eigenlijk 1 op de 6 mensen heeft naar Broerliefde geluisterd. Oké, best wel PVV-stemmers hebben volgens dan diezelfde statistiek ook naar Broerliefde. Dus dat biedt perspectief en dat biedt hoop. En het gaat meer om van, blijkbaar kan er dus veel meer. Het blijkt wees de invloed die we allemaal hebben, pas, je weet pas wat het is als je hem gebruikt. Ja. En net zoals jullie ook invloed hebben door media te maken. Je kiest ook van, oké, jullie zijn heel succesvol met filmpjes waarbij je zorgt dat rappers ruzie met elkaar krijgen om ze uit te lachen over geld te praten. Dat doe je hartstikke goed. Maar je denkt toch, nou laten we ook wat terug doen. En laten we nou wat langere gesprekken gaan voeren met mensen en proberen wat meer diepgang te geven. Jullie zitten nu zeg maar dieper in de industrie, toch? Zoals Kees zegt. Wat dachten jullie van die industrie voordat jullie in die industrie terechtkwamen? Ja, het is iets minder spectaculair dan ik had verwacht. Ofzo. Maar mijn eigen ontwikkeling daarin in ieder geval was van als je nog een soort slecht voorgelicht bent over wat je gaat doen, heb je ook het gevoel dat je er weinig controle op hebt, zeg maar. Dat is hoe ik het altijd voelde. Oké, dus Kees Koning is een groot soort boeman en is heel gevaarlijk. En met Buma Stemra probeert al je geld achterover te drukken. Platendeals per definitie kut, wordt altijd je genaaid. Toch? Principe is dit een sfeer die er heerst, toch? Onder de jongens die nog niet getekend zijn, nog niet weten hoe de industrie werkt. En alle politici zijn oplichters. En alle politici zijn oplichters. Dit is dezelfde vergelijking die je kunt maken. Maar dus, en ik denk, de jeugd heeft niet echt heel veel zin, denk ik, om
ja, heel veel tekst te lezen, te lezen waar jij voor staat en waar... Tuinders wil dat zo ongelooflijk populair. Ja, ja, misschien wel. Ik weet in ieder geval voor een feit van bijvoorbeeld artiesten met wie ik werk, is dat er worden nog 9 van 10 keer, een beetje mezelf exposen en jou ook, is dat zeg maar 9 van 10 keer bij het eerste contract worden niet bijster veel vragen gesteld. Ja. Snap je? En dan doen wij natuurlijk, hè, zo verantwoordelijk als wij zijn, proberen zo goed mogelijk uit te leggen wat daar staat. Tuurlijk. Zeg maar er worden nog niet bijster veel vragen, want er is ook niet zoveel kennis over. Ja. Dan begin je wat geld te verdienen, dan leer je er wat meer over bij je volgende contractonderhandelingen, weet je al veel meer. En is dat contract wat aanvankelijk heel, heel angstaanjagend was, omdat het allemaal abracadabra lijkt, wordt ineens een soort van tastbare stof voor je. En je begrijpt ook wat het effect ervan is als je het op de juiste manier benadert, toch? Ja. Dus je gaat beter worden, dat gaat beter worden. En uiteindelijk besef je van elke beslissing die ik maak in het tot stand komen van zo'n contract heeft gewoon invloed voor mij in de komende 4 jaar dat ik dit aan het doen ben. En dat is denk ik de vergelijking die je kunt maken met de politiek. Behalve, en dat is wel één ding wat ik wil zeggen voor, is dat als jij voor jezelf kiest en een contract, is het relatief helder, lineair of zo. En in de politiek is het is natuurlijk een wat groter... Het is groot, maar daarom kan je het ook misschien... Het is heel lastig om voor jezelf te kijken, oké, welke politieke partij werkt het beste voor mij? Want dan moet je ook bijna gaan rekenen. Bij een contract kan dat. Ja. Maar je hebt toch opvattingen, je hebt toch ideeën over hoe jouw leven moet zijn. Of wat je goed vindt en wat je slecht vindt. Vind je dat we voor vind je dat je voor elkaar moet zorgen? Of vind je dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen leven? Ja. Vind je dat je gewoon alles op straat kan gooien wat je wil? Of dat we een beetje voorzichtig moeten zijn voor de aarde? Vind je dat mensen die vluchten uit een land voor oorlog en geweld, dat je die moet opvangen of dat je die niet moet opvangen? Uiteindelijk zijn het grote vragen. En als je daar al een richting in vindt, dan kan je al best makkelijk eigenlijk een keuze maken in politieke partijen. En dat doet het ook. Het zijn ook echt allemaal belangrijke dingen. Maar waar het vaak op afhaken is dan dat je echt gewoon denkt, wat we net ook over hadden, dat je denkt van ja, het werkt toch niet. Bijvoorbeeld zo'n stemwijzer vul ik in. En dan bij de helft denk ik, ja, wat van die zin, ik heb geen... Nee, dat is er niet uitgekomen. Ja. Maar bij de helft denk ik al van, wat heeft het eigenlijk voor zin? En dan druk ik het weer. Maar het is eigenlijk best wel... Ik heb echt geen recht van spreken. Ik heb volgens mij, wordt dit de tweede of derde keer in mijn leven dat ik stem. En ik ben dus geen 23. Dus ik heb... Nee, maar, de koning van je achternaam. Daarom, ik ben geen voorstander van het brengen van een bepaalde verantwoordelijkheid. Ja. Maar het is... Als ik hier zo praat, denk ik, ja, eigenlijk belachelijk dat je er zo over denkt. Want het gaat best wel... Dus ik vind, dus dat was ook een gesprek wat wij weer een paar jaar daarvoor ook van... Je moet... Als je mag niet klagen, je mag niet... Je moet... Als je iets kan doen en je doet het niet... Ja. Ben je eigenlijk net zo verantwoordelijkheid als iemand die de boel opfokt. Ja, kan je niet zeggen, ja... Geen zin of zo, geen tijd. Ik kan me gewoon bijna niet voorstellen. Wanneer ben jij begonnen met die ambitie eigenlijk? Toen ik een jaar of 16 was of zo. Waar zat je toen... Ik was eerste jaar of 16 was het gewoon politiek algemeen. Toen ik alles weet van alle politieke partijen. Dus mijn kamertje hing vol met posters van alle politieke partijen. Ja. En daarna zei mijn opa, je moet politieke keuzes maken. Het is maar je vond de politiek aan zich interessant? Ik vond politiek aan zich interessant. Ja, net als Wilders las ik trouwens, die had dat ook toch? Zijn broer die zei dat hij heel erg bezig was met politiek. Ja. En heel erg obsessed was met ook hoe dat werkte. Ja. En de machten. En bestudeerde van. En toen ging hij naar een kibbutz, geloof ik, in Israël. En daar is een bepaalde gedachte enigszins veranderd. Ja. Maar goed, sorry. Omdat politiek gaat over hoe we... Tot mijn 16 wilde ik gewoon miljonair worden. Ja. Ik dacht alleen maar aan, ik wil gewoon business. Net zoals Les en die denkt ook alleen maar money. Je ziet mij niet money. Je denkt horloges, hoe je een mooi bedrijf kan beginnen en heel veel geld kan verdienen. Op een gegeven moment dacht ik, wow, wat is dit? Hoe leeg is dit? Dan heb je al het geld van de wereld. Je bent kwijt, hè? Maar dat is wat ik dacht van iemand op die leeftijd. En uiteindelijk gaat politiek gaat over hoe richten we de samenleving in voor ons allemaal. Niet een contract voor mezelf, maar hoe organiseren we het voor ons allemaal. Heb jij opa's en heb je een opa en oma? Nooit gekend. Nee. Maar als je nu kijkt naar hoe er met ouderen wordt omgegaan bijvoorbeeld. Of als het je grootouders zijn of in ons geval ooms, tantes en alles wat eromheen hangt. Politiek bepaalt hoeveel mensen er in een verzorgingshuis werken om hen te helpen. En dan kan je zeggen, ja, maar ik heb het niet nodig. Ja. Nee, jij misschien niet. Maar die andere mensen wel. Dat is ook jouw verantwoordelijkheid. Maar een normale 16-jarige guy die zou zeg maar een poster van de Playboy of 50 Cent hebben op zijn kamer. Die ging achter die poster. Ah, zo. Dus je was wel ergens G. Nee, ik was eigenlijk al op hele jonge leeftijd altijd met politiek bezig. Want het gaat, wat ik zeg, dat gaat over onze toekomst, een wereld waarin we leven. Chickies bro, niks bro. Ja, tuurlijk wel. Oh. Maar ik was niet zo heel succesvol. Oh, niet? Dat is wel van je. Ja, pas later. Maar van wat hadden jullie poster op jullie kamer op jullie 16e?
Old Dirty Bastard. Nice. Michael Jordan. Nice. Ah, ja. Kees. Posters. Van iemand? Ik was... toen weet ik niet. Ik was nog communist tot mijn 15e. Nice. Super ja, ja. Nice. Lenin. Ja. Ik had, naast politiek wel heel veel voetbal ook. Het blijft een beetje super gaan hier. Verdient het een beetje fractievoorzitter zijn? Ja, heel goed. Ja? Ben je, word je, kan je rijk van worden? Nee. Nou, je verdient heel veel, maar je loopt er niet op binnen. En wat pak je per maand ongeveer? Ik vind mijn jaarsalaris ongeveer een ton. Een ton? Lekker man. Ja. Als ik in klasse kom, zeg maar, om te praten, dan gaat het... Dan zijn er twee dingen die er altijd worden gedaan. Eén, hoe is Geert Wilders in het echt? Ja. En twee, wat verdien je? Hoe scheelt Wilders in het echt? Oh, jongen. Ja. Hoe die in het echt is? Ja. Het is een aardige man als je hem spreekt. En hij heeft echt de rare ideeën die je op televisie ziet. Die heeft hij ook in de Tweede Kamer. Maar jij bent half mokker, dus zeg maar, moet jij dan ook weg als hij wint? Of hoe werkt dat? Ik ben gewoon een Nederlander. Ik voel me nooit zo aangesproken. Maar toen zei minder. Toen was ik net vader geworden. Dat had ik twee toen omgekeerd. Die eerste was dat ik echt dacht, wow, hoe ver gaat dit door? Dus zeg maar, ook weg, dus moet ik dan weg? Moet die kleine weg? Dat was voor het eerst dat ik echt zo boos was. Ja? Ja, ik was wel vaker boos, maar dat ik mezelf ook echt geraakt voelde. Maar jij hebt in principe nooit echt stress gehad met niet aangenomen worden of wat dan ook. Ik bedoel, ja, Jesse Klaver. Ja, ja nee, mijn achternaam is prima. Dat is wel een goeie. Ik heb één keer gehoord toen ik ging solliciteren. Hij zegt, ja, we nemen alleen mensen aan van eigen volk. Nee. Ik besefte een buiten. Serieus? Ik zweer. Toen ik buiten was, dat was Top Notch. Ik besefte een buiten was. Ik dacht dat hij familie bedoelde of zo. Weet je, zijn eigen mensen of zo. Maar blijkbaar dus maar niet. Wat voor soort bedrijf was dat? Het was gewoon een restaurant. Bizar. Ja. Maar dat is... Dat was niet gewoon een restaurant hoor. Dat was wel een heftig restaurant. Ja. Een hakenkruis. Ik zag alleen die man. De rare posters over. We hebben geen chocoladecake. Ik heb met mijn achternaam ontzettend geluk gehad. In die zin dat ik nooit op mijn achternaam ben aangekeken. Maar ik word op social media steeds vaker... Ik had al bagger over je heen. Hè? Mm-hmm. Maar steeds vaker. Ik ga niet op je stemmen, want je bent een Marokkaan. Ben je ooit geweigerd bij een club? Nee. Ik denk dat maar die personen zouden ook überhaupt niet op GroenLinks hebben gestemd. Nee, was jij geen man. Nee, maar weet je wat ik het erger aan vind? Als die zegt, je hebt super slechte ideeën. Prima, moet je vooral niet op me stemmen. Mm-hmm. Ik vind dat er geen vluchtelingen in Nederland mogen komen. Ja. Dat ben ik niet mee eens, maar legitieme reden. Omdat je bent de Marokkaan. Ga terug naar je eigen land. Ja, ja, ja. Je naam is niet Jesse, want je bent de Marokkaan. Dus dat kan niet dat je Jesse Kluis... Dat vind ik kan echt... Mij ook mee. Dat vind ik zo... Dat is zo erg. En dat is wat heel veel jongeren volgens mij meemaken. Dat je op je achternaam wordt aangekeken. Dat je op je huidskleur wordt aangekeken. Ja. En dat moet nog. En dat komt ook door politiek. Hoe die zich maar hoe komt het dan dat diezelfde jongen of die mensen die jij ziet, dat zij zo'n diepe fascinatie hebben voor Geert Wilders, dat ze jou vragen hoe hij is in het echt. En is dat iets waarbij jij of misschien andere collega's je wel eens achter de oren krabt van... hij is eigenlijk wel de meest fascinerende persoon op dit moment in Nederlandse politiek. Ja, en is dat iets waarvan jij denkt, van daar zouden we eigenlijk lering aan moeten trekken? Ik ben alleen maar bezig met mijn verhaal te vertellen. Niet zozeer naar hem te kijken of wat hij doet. Je kan je haar ik vind het. Ja, dat zou kunnen. Ik vind dat de politiek veel te lang is bezig geweest met hoe doet Wilders en hoe kunnen we daarop reageren. Nee, we vertellen ons eigen verhaal en we proberen jongeren die niet stemmen te motiveren om naar de stembus te gaan. Want als die gaan, je moet je voorstellen, als je niet stemt en je gaat plotseling wel stemmen, dan kantelt de hele balans in het politieke landschap. Mm. Als al die jongeren echt zouden, dan gebeurt er iets, dan schrikken ze zich. Helemaal wild. Je New Wave in de Tweede Kamer. Ja. Nou, dit is de overweging geweest waarvan ik dacht, want nu, wij zijn dus ook een soort campagne aan het voeren. Ja, heel goed. Meer op stem in het algemeen. Maar wat ik daarvan denk, wat ik het belangrijkst vind, en dat is een beetje gebaseerd op een theorie van een gedeelde held van Kees en mij, is dat in principe als jij, laat ik zeggen, iets revolutionairs teweeg wil brengen, wat jullie ook bijvoorbeeld willen, in die zin dat jullie YouTube, wat jullie doen op YouTube, zou je kunnen zeggen, is revolutionair voor de entertainmentindustrie. Is dat we in ieder geval bijvoorbeeld heel graag zouden willen. En daarom alleen al zou het tof zijn als jongeren beginnen te stemmen. Als er vastgesteld kan worden dat jongeren in grote getalen zijn komen stemmen, dan kunnen we dus aantonen, is er iets van verband te vinden tussen dat er onafhankelijke partijen zijn geweest die hebben gezegd, kom, laten we dat met z'n allen doen. Ja. En dan kunnen we op zijn minst daarmee zeggen van, oké, cool, er is dus macht bij het volk. En bij onafhankelijke, niet politiek betrokken mensen, maar die wel geëngageerd zijn, die wel betrokken zijn bij de maatschappij. Maar het is nu soort van ook populair of zo. Ik zie opeens allemaal bekende mensen, ik zie opeens politieke mensen bij YouTubers, bij vloggers in beeld. En het is zeg maar een soort van een... Maar je weet waarom dat is, toch? Het is wel het eerste jaar dat ik wel ga stemmen gewoon. Ja. Want daarvoor ben ik me nou niet mee bezig, nee. Maar sinds dit jaar zo, dus ook ineens, het komt de hele tijd op me af en zo. En toch ben ik een beetje aan het verdiepen en filmpjes ervan. Dat is al vooruitgang, dat je er niet omheen kan, dat je overal filmpjes ziet, dat het overal... Dat is goed.
Wat is de reden zeg maar, dat muzikant dan bijvoorbeeld echt een maand van tevoren opeens allemaal hun stem horen en niet bijvoorbeeld 3 jaar geleden of 2 jaar geleden zeg maar? Ja, zo 3 jaar geleden was het 1 jaar na de vorige verkiezingen zeg maar. Of dus laten we zeggen 1 jaar geleden. Zeg maar. Ja, dat zou kunnen. Ik denk ook heel eerlijk gezegd van, maar daar praten wij ook al wel over onderling, dat we dit wel misschien voort willen blijven gaan zetten na 15 maart. Omdat het inderdaad nu, ja, ik denk dat we gewoon een goed ding nu gaande hebben. Hmm. Het enige wat ik er moeilijk aan vind, als ik heel eerlijk ben, is gewoon, weet je, een Engels gezegde is power corrupts, snap je? Hmm. En macht corrumpeert. Macht corrumpeert, dus je wil, ik vind wat het mooie is aan wat we nu aan het doen, is dit is eigenlijk een heel plotseling ontstaan initiatief. Weet je, en wat eigenlijk dus zeg maar de invloed heeft die het nu heeft, omdat het gewoon er nu is. En als we het uit gaan bouwen, krijgt het wellicht meer invloed. Maar het gevaar daarvan is dat je dus invloed hebt eigenlijk. En dat kan altijd gevaarlijk zijn. Dat weet je zelf ook. Hoe meer invloed je hebt, hoe meer mensen tegen je gaan zeggen van, hey, kunnen we dan dit doen? Kunnen we dit doen? Kunnen we dit doen? En het wordt steeds moeilijker om de hele tijd nee te zeggen. Vooral als er beloningen zijn. Jij hebt laatst Carré debat gewonnen, toch? Volgens een publiekstemmen of wat dan? Ja. Dus je bent goed in debatteren. Ze zeggen het. Jij hebt rap battles gedaan. Dat is op zich ook wel een soort van een debat, maar dan iets anders. Mm-hmm. En jij? heb je een mening? Zeg maar, kan je ook goed discussiëren? Nee, ik kan niet heel goed discussiëren. Oké, we gaan wat doen. Ik ga jullie keuzes geven. Dus gewoon steeds 2 keuzes. En dan krijgen jullie elk 20 seconden tijd om met een goed argument te komen waarom je voor datgene hebt gekozen. De eerste is lijpen of ismo. Lijpen of ismo? Wat? Ja, maak een keuze. Biggie of Tupac? Ja, lijpen of ismo. Ja, Biggie of Tupac. Nessim of Crazy, wat is het? Ja, kies. Moet ik kiezen? Waarom kies tussen kiezen? De twee. Twee rappers. Ik hou er niet van. Nee? Nee. Ik ken Lijpen wat beter. Ismo. Okay. Ik heb ze allebei erg hoog zitten. Jiggy, Lijpen of Ismo? Ik kies dan in dit geval voor Ismo, omdat ik het lauw vind dat hij... Er wordt best wel vaak tegen mij gezegd van, er zijn geen geëngageerde rappers meer. En dan zeg ik altijd, ja, check Ismo maar. Hij heeft de laatste track media uitgebracht. Dat is een super lijpe track waar hij heel duidelijk uitlegt wat de invloed is van de media. Lijpen, ik ken ze allebei? Nee. Oké. Okay. De volgende? Vloggende rappers. Ik weet het niet, is het goede antwoord, Kees? Dat hadden we al van tevoren moeten weten. Vloggende rappers of rappers die vloggen? Sowieso natuurlijk niet rappende vloggers. Dat vind ik zo achterlijk iets wat nu opeens aan de hand is. Rappende vloggers. Omdat ik altijd iets anders wil zeggen dan Kees. Goed argument, nou, nice. Jij? Nee, ja, je moet gewoon bij je vak blijven. Dus rappende vloggers is een slecht idee, dat is rappende politici. Oké, de volgende. Faya Laurens of Katja Schuurman? Katja Schuurman. En waarom? Argument? Ik weet niet. Klassiek. Jij? Ja, sowieso Katja Schuurman. Ja? Tuurlijk. Waarom? Nou, trouwens... Kees wil nog wat zeggen. Ja. Nou ja, we hebben natuurlijk met beide gewerkt. Hè. Katja heeft een single gedaan met de jeugd tegenwoordig. En Faya heeft toen in de clip van Set 'Em Up Baby van Campy is gekomen. Terwijl ze echt op het hoogst van haar piek, van haar room was, heeft ze toen dat gedaan. Toen we dat aan haar vroegen. Campy zei, ik wil heel graag haar in de clip. En dat wist ik niet eens. En ik wil eigenlijk dus, wat dat betreft, toch switchen. Jesse? Ja, Katja Schuurman. Oké, de volgende. Lil Kleine of gewoon Boef? Nee, je mist eentje. Shit, die heb ik geschreven. Bef of Baffen? Dat is echt, dit is zo dom. Wat? Ja, als je nu... We weten nu wat de volgende stelling is. Je gaat heel slecht door nu, Shit. Oké, maar jij wil het weer over Baffen hebben. Nee, ik zei niks. Ik zei Lil Kleine of gewoon Boef. Het voorgesprek met de redactie. Jij doet dat heel graag. Misschien moet jij al onze collectieve 20 seconden gebruiken om een minuut lang te vertellen... Je hebt hem gewoon geskipt. Ik las eroverheen. Ik voel heel klein of poef. Hebben jullie een soort lijst ingeleverd van dingen waar je het sowieso niet over wilde hebben? Nou, dan krijgt dan straks iemand op zijn flikker. Ja, ik kan net zeggen. We kunnen meteen die RTL Boulevard ding erin. Jesse Klaver. Baffen. Nog 1 ding. Ik wil dat we allemaal 1 ding benoemen wat goed is aan Geert Wilders. Oh. Allemaal 1 ding. Hij is half Indo, toch? Dat is op zich best goed. Hij heeft een Hongaarse vrouw. Nice. Hij heeft vrijwilligerswerk gedaan in een kibbutz. Echt? Ja. Dat las ik. Hij is wel... Hij heeft een broer. En als je hem 1-op-1 tegenkomt, kan hij ook heel aardig zijn. Ja, heeft hij wel eens tegen jou gezegd... Jij bent wel een goeie, hoor. Trouwens! Nee! Weet je waar hij... Nee. Je moet, hij is ook natuurlijk heel erg fantastisch goed in... communicatie. Ja. Ik denk dat hij de meeste Twitter-volgers heeft van alle politie. Dat durf ik te zeggen. Dat hij wel
met Boef en Lil Kleine kan competen qua social media. Ik ga wel adviseren om hier te komen zitten, denk ik, voor een interview. Ja? Ja, ik denk dat heel goed nice zijn. Nou, het is iets aardigs over Wilders. Als ik dat dan moet zeggen, wat veel mensen wel vergeten, is dat die man al 12 jaar geen leven heeft. En dat die, zoals ik hier aankom lopen, dat met hem gewoon niet kan. Omdat de halve straat afgezet moet worden. Ja. En dat is wel echt zo heftig. Dat ik vind, wat je ook van zijn ideeën vindt, dat moet je altijd beseffen. Het is gewoon niet normaal dat iemand zo moet leven. Nou, maar ik weet niet. Maar dit is wel een beetje net als zeggen van, ja, deze man die is al 10 jaar lang Ajax-liederen in het Feyenoordvak aan het zingen. Van, dat is knap. Nee, dat vind ik niet. Nee, vind ik echt niet. Als je het hebt over je moet kunnen vertellen wat je wil. In de muziek heb je artistieke vrijheid. Ja, de muziek. Ja. Maar dit is politiek. Dit is politiek. Ik ben het echt meer met iemand oneens zijn dan Geert Wilders. Dat kan ik niet. Maar dan nog iemand met zijn bedreigen en geweld. En iemand dat iemand moet vrezen voor zijn leven. Dat is nooit acceptabel. Er is geen enkel excuus voor. Maar, okay, en, dat maar vind ik, dat, en dat vind ik heel erg. Maar als je dat zegt, dat is niet acceptabel. Wat zou jij dan zeggen dat de consequentie... Want ik ben namelijk opgevoed met dit is waar ik mee opgevoed ben. Van, ja, als jij een grote bek hebt met dingen, dan moet je erop rekenen dat iemand gaat dat een keer niet nemen van je. Ik vind dat niet zo kan. Je kan het nog zo met elkaar oneens zijn. Mm. En daar kan debat over zijn. Maar geweld gebruik je niet. En dat is gewoon de bloody limit. En dat begint wel met, dat moet je wel vertellen. En dan moet je voortdurend blijven uitdragen. Maar ik heb het toevallig van een week had ik een gesprek met iemand over dat het is wel een beetje oneerlijk. Want sommige mensen zijn nou eenmaal, zeg maar, mentaal sterker dan fysiek. Ja, maar je gaat geen... Dus het is wel een beetje de dictatuur van de slimme mens. Zoals je het nu zegt. Los daarvan. Volgens mij is het gewoon beschaving, zeg maar. Jawel, maar dat is dus ook een rekbaar begrip natuurlijk. Want als iemand nou toevallig heel goed kan slaan. Heel goed. Ja. Vandaar is hij gewoon ingeoefend. Ja. En iemand anders die kan heel goed spreken. Ja. En diegene die dus heel goed kan slaan, maar niet zo goed kan spreken. En de ander kan heel slecht slaan, maar heel goed spreken. Ja, maar ik weeg... Dat is wel niet helemaal eerlijk. Nee, dat is zeker niet eerlijk. Maar ik weeg slaan, zeg maar, fysiek geweld en... spreek, dat weeg ik toch net even echt, maar de tong is scherper dan het zwaar. Ja. De tong is scherper dan het zwaar. Maar geweld kan gewoon. Maar weten we deze dat de tong scherper is dan het zwaar? Ja. In een gevecht tussen jou en Geert Wilders, wie zou er winnen, denk je? Ja, wie denk je? Ik. Ja, ik weet niet, bro. Weet je het echt niet? Hij heeft wel op zich wel een beetje biceps triceps. Hij is wel lang ook. Dat ook. Ja, hij heeft die... Hij komt wel met dat woeste kapsel als die klaar is. Ja. Maar goed, het lijkt me vooral beter dat we niet vechten. Nee, tuurlijk. Maar stel... Ik moet wel zeggen, in de vechtsport, bij UFC of bij boksen en zo, is er wel een soort van een respect na het gevecht. Ja. Heel veel respect. Dat is in de politiek ook. Als wij een debat hebben met elkaar en het gaat hard tegen hard. Dat is zo. Het is hard tegen hard. Het gaat nog koud of zo. Nee, ik vind het niet zo hard hoor, want ik vind het ook allemaal wel meevallen. Ja. Het is dit is een bro. Waarom? Over zijn haar of zo. Waarom? Welke conditioner gebruik je? Waarom? Ja, gewoon niet. Is toch leuk? Nee, doe ik niet. Als je samen echt, ik geloof echt, dat is in ieder geval wat ik heb meegekregen van thuis. Als je, wat u niet wilt dat u geschiet, doe dat ook een ander niet. Ik vind het echt bizar hoe we met elkaar omgaan. Maar dat geldt niet alleen voor fysiek geweld. Dat geldt ook voor mentaal geweld. Zeker. En daarom vind ik dat je moet oppassen met de woorden ook die je gebruikt. Ja, en ik vind het bizar, de woorden die Geert Wilders gebruikt. Ja. Maar om daar dan precies hetzelfde, het spiegelbeeld tegenover te zetten, ben je net zo erg. Maar elkaar persoonlijk. Nee, maar daar ben ik het mee eens. Maar daar ben ik het roerend mee eens. Ik vind alleen dat... Zeg maar, je hebt wel, en dat is wat ik... kijk, op het moment dat je zegt van, oké, die man die zou moeten kunnen zeggen wat hij wil zeggen, waar ik het helemaal mee eens ben. Maar, waar ik het oneens mee ben, is dat, en fysiek geweld, daar, ik trek ook een grens bij fysiek geweld, maar ik zou... Hey, ja, dat is heel top. Goed. Dit is top. Oh ja, dit is top. Support, full support. Ja. Maar dat je fysiek geweld trek ik ook een grens, maar ik zou wel zeggen van, maar je kunt ook niet rondlopen met, en dat ik kan hier ook niet over straat, En zomaar roepen tegen iedereen, hey, dit vind ik, en verwachten dat daar geen consequenties voor zijn. Nee, maar het punt, en dat, oké, tot zover kan ik meegaan. De consequentie, maar de consequentie is dat je wordt tegengesproken. De consequentie is dat het debat is, dat je het met elkaar oneens bent. Maar daar hebben we toch wetten voor? Dat is democratie. In een democratie bestrijd je elkaar met woorden. In die zin is het net als een battle. Nou, wacht even. In een democratie hebben wij wetten waarin, als iemand over de scheef gaat, wordt gearresteerd en vastgezet. Dat is toch ook gebeurd? Voor de rechter gekomen en de rechter heeft een uitspraak gedaan. Dus kan hij eigenlijk van tevoren... Dus is het heen, vind ik het persoonlijk, als ik... Sorry. Ik ben geen politicus, gelukkig. Sorry te zeggen. Ik weet niet wat ik bedoel. Maar in ieder geval ik vind het niet zielig voor hem... Ja, omdat, dat kan je echt niet zeggen. Je mag alles zeggen wat ik wil, Jesse. Je mag, ja. Maar ik geloof het gewoon niet als je dat zegt. Als iemand geen leven heeft, dat je zo zwaar beveiligd moet zijn, dat gun je... Ik zei niet dat ik het hem gun. En dan kan je ook niet zeggen, iemand vraagt erom. Dat is echt onzin. Nee, dat zei ik ook niet. Maar het is wel een keuze. Daar zit je mijn woorden te verdraaien. Ik ben een politicus. Ja, heel vervelend. Ik ben een battle rapper.
Maar als je Geert Wilders tegenkomt na het weekend, jullie praten gewoon even met elkaar. Hoe was je weekend? Dus dat wel gewoon. Zo vaak kom ik hem niet tegen, maar als ik hem tegenkom, dan zou ik heel normaal met hem omgaan. Dat ik zou het helemaal niet kunnen, joh. Waarom? Zo werkt politiek. Maar ik bestrijd Dat is ook wel wat mij tegenstaat dan daar weer aan. Dat is precies dat gebrek aan... Wacht even hoor. Maar is het niet een beetje... Wat een vreselijke fan deze vriend. Ja, oké, de volgende dag vind ik dat anders. Ja, oké, maar dat is niet hypocriet. Maar jij zou dus met hem... Ik voel dat zo. Even centraal, jongens. Maar jij zou dus met hem gewoon... Voorzitter, zet hem centraal. Jij zou dus met hem gewoon even kunnen chillen en gewoon leuk kunnen doen. Terwijl je in je achterhoofd weet, deze man wil mij gewoon weg hebben hier. Hij haat mij en alle Marokkanen. Zoals ik ben, ik vind het verschrikkelijk wat hij doet, maar ik zal met iedereen proberen normaal om te gaan. Ja, met iedereen, of het nou Geert Wilders is, of het nou zijn kiezers zijn. Met iedereen vind ik dat je moet proberen normaal om te gaan. En inderdaad, als ik hem tegenkom, dan heb ik een gewoon gesprek met hem. Ik ben het zo ontzettend met hem oneens. Mm-hmm. Ik zal hem altijd bestrijden. Ik zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat hij niet de grootste partij wordt. Daarom moeten jullie allemaal gaan stemmen. Om ervoor te zorgen dat hij niet de grootste wordt. Die gekke PVV-light van de VVD niet de grootste wordt. Nee, als je de VVD hoort over, dan rot je maar op. Dat heeft echt alles te maken met allemaal. Als je een dubbel paspoort hebt, dan kan je wel wieberen. Ja. John Newbank. Okay, ja, dus bij de man die alle liedjes van Marco Borsato schrijft, heeft een Brits paspoort. Die moet eruit. Die moet gebruiken als proef. Dat is Geert Wilders. Moet je zeggen, wat vindt Marco Borsato zijn liedjes? Ja. Ha! Dan heb je hem. We hebben natuurlijk ook twee jongens uit de hip-hop scene. Ik wil even daarover hebben. Er was natuurlijk één artiest die op dat moment heel groot was. Hef. En die ging een beetje... Er zit de hele tijd zo'n blonde haar aan je horloge. Best wel een lange. Ik ben niet schrik, man. Mijn vriendin heeft bijna. Ik woon net bij de buren. Ga nou eens weg. Ik was samen met Joda. In ieder geval Hef. En dat ging heel erg tussen Topmatch en... Dat weten de mensen toch helemaal niet meer die naar jullie vlog krijgen. Dat is zo lang geleden. Dat weten mensen nog wel. Waarom nou, ik vind het wel leuk verhaal. Ja. Waarom is de deal met Topmatch niet doorgegaan? Hef heeft echt gewoon heel bewust voor gekozen om niet... met Topmatch te gaan werken. Kijk. Baalde je daar niet van? Dat heeft niet meer jouw tot dingen. Maar klopt dan ook het gerucht? Ik heb een enorme hekel aan verliezen, had ik tot op 2 weken geleden. Maar klopt dan ook het gerucht dat Hef zei, of in ieder geval dat jij had gezegd, dat je het dubbele zou betalen van Jiggy? Nee, het weet niet wat klopt, maar het was al een goed idee geweest. Klopt dat? Ik weet wel dat Hef daarna heel vaak heeft gebeld van dat hij veel spijt had van die beslissing. Hij heeft ook over gerapt. Dus ja, dat is dan weer... Dit heeft Kees een beetje nodig. Ja, weet je wat ik het mooie vind om hier aan te horen? Het hebben van een label is niet het doel op zich. Je gelooft zeg maar in de muziek die je maakt en die je wil produceren. En dat is het allerbelangrijkste. En dat is bij politieke partijen werkt precies hetzelfde. Ik wil echt absoluut winnen. Ik zou gewoon aankomen. Ik wil winnen van al die anderen. Maar uiteindelijk is een politieke partij slechts de drager van idealen. En als je gaat vasthouden, heel heilig. Dat ene, ja, of nou je bedrijf is of een politieke partij. Toen ik 30 was, zeggen, was ik niet zo als nu. Of was 2 weken geleden toen ik opeens besloot. Maar ik was wel heel anders in de politiek. Ik had wel willen winnen. Ja, desnoods met geweld. Zijn er nog talenten die op het oog hebben? Ja, dat wil ik even hier vertellen. Lijkt mij een heel goed idee. Lil Kleine. Maar die zal een tip. Donna Fraser zou ik Donna Fraser boerenliefde. Ja, precies. En een nieuw talentje. Dat moeten we al. Bodyflex. Ja, die zijn er allemaal al. Maar wat bedoel je? Jesse Klaver. MC die nog niet op deze tijd in de uitverkochte zalen hebben. Yes, sir. We hebben nu gewoon de Evil Empires achter ons aan. Beursgenoteerde bedrijven hebben het gemunt op ons mooie bestaan waar we afgelopen... de Amber aan gewerkt hebben om dit ecosysteem te bouwen. Willen die allemaal kapot maken. En dus al die grote labels zijn gewoon on the quest. Sony, kijk maar uit om... Maar gewoon overnemen of gewoon wegconcurreren? Die hebben nu gezien dat er een enorme groei is onder die muziek. Mm. Die zijn gewoon als een... Die zijn nu gewoon olie aan het boren. Die zijn olie aan het boren. Ja. Nee, maar ik heb verder niks. Dus, nee joh, ik ben net toch veel te oud voor. Ik luister toch helemaal niet zelf meer naar die muziek. Ik heb gewoon mensen voor. Ik ben in Malaga hierheen gevlogen voor het interview. Ik zit morgen gewoon weer terug lekker in de tuin. Ik ben gewoon lang binnen, man. Dat weet jij toch? Maar Jiggy, ben jij zelf nog bezig met muziek maken? Ja, mondjesmaat. Ik sta op het nieuwe album van Donna Fraser. Ken je hem? Echt? Ja. Oh, dat is op zich wel dope. Maar je bent nog steeds bezig met muziek maken. Alleen voor jezelf, een album of iets. Nou ja, weet je wat het is? Dat doe ik wel. Maar misschien niet zoals je dat traditiegetrouw zou moeten doen. Maar wat voor tracks kunnen we dan zeg maar indenken? Is het een album toch? Zijn het zeg maar gewoon, ga je op de new wave boeken springen of is het gewoon...
Een New Wave is een album van bijna 2,5 jaar oud. Ja, nee, maar ik bedoel, de nieuwe generatie. Ja. Alles in nee, ja, maar ja, jullie alles moet een slecht voorbeeld. Nee, maar alles moet niet goed voorbereid. Correct zijn. Je bent heel slecht voorbereid. Ja, slecht nee, voorbereid. Ja, New Wave is toch de nieuwe generatie. Weinig hoop in de toekomst. Nee, weet ik veel, joh. Ik probeer gewoon, als ik iets maak, dan probeer ik gewoon iets te maken vanuit dat ik het leuk vind om het te maken, toch? Zou je nog heel graag, zeg maar, nu dat hele artiestenleven willen hebben? Het is niet zo kort geleden dat ik nog met Great Minds was, 2013. Okay, en we hebben daarna best wel nog even lang getoerd. En ik heb toen nog gewoon Lowlands gespeeld en al die dingen. Dus ik heb eigenlijk nog heel recentelijk... Hebben jullie wel eens op Lowlands gestaan? Nee. Ah, oké, okay, nee, ik wel. zeg maar, dus ik heb onlangs, nog in de afgelopen paar jaar, heb ik nog gewoon gespeeld op dat soort festivals. De belangrijkste vraag van vandaag is denk ik wel op wie... Gaan we stemmen? Ja, wie ga jij stemmen? Of, ik heb nog helemaal geen flauw idee. Nee, maar heb je nu niet na vanavond zoiets van misschien wel... Ik ben nog niet overtuigd om hier te zijn, zeg maar. Als in, ik vind je wel tof, zeg maar. Mm-hmm. Maar ja. Wat heb je nodig om overtuigd te worden? Ja. Nou, ik ben nu wel... Dat is een goede speech. Dit is wel een beetje een callcentervraag, hè, dit wat je nu doet. Dit is wat je nu doet, is een callcentervraag. De ja-sfeer creëren. Heb je een rode pet op? Ken je GroenLinks? Maar ik ben wel overtuigd om te stemmen dit jaar, maar ik weet nog niet op wat. Ja, soms... Meestal als ze niet weten wat ze moeten stemmen, is het of de Piratenpartij of het Partij maar van de Dieren. Maar je kan volgens mij beter op partij stemmen die ook nog echt invloed heeft. Maar goed, vooral op partij waar je bij hebt. Nee, shit. Er zijn twee dingen waarvan ik denk dat die kunnen helpen in je besluitvormingsproces. Eén is, zeg maar, wat ik in de vergelijking met bijvoorbeeld kleren aantrekken. Weet je, als je 's ochtends wakker wordt, dan maak je eigenlijk... Dit is hoe ik mijn kleren altijd aantrek. Als je 's ochtends wordt wakker, dan kies ik eerst uit twee belangrijke categorieën. Dat is comfort of mooi. Yeah. Je weet toch? Dat is gewoon... En dan heb je eigenlijk al een hele grote beslissing gemaakt vanaf daar, toch? En dan ga ik voor comfort en dan ga ik bijvoorbeeld voor kleur. En dan kies ik een kleur. En dan eigenlijk vanaf daar worden de opties al heel klein, toch? Yeah. Dus als je, zeg maar, begint vanuit... Zeg maar drie of vier dingen waar je van weet dat het heel belangrijk is, kun je waarschijnlijk een heleboel partijen wegstrepen. Zeker in het huidige landschap, kan ik jullie garanderen. Er blijven waarschijnlijk, zoals ik jullie ken, blijven er maar misschien 3-4 partijen over. Waar jullie wellicht tussen kunnen kiezen. Mm. En dan als je die vier partijen hebt, check even wat, zeg maar, de vier lijsttrekkers, dus de Jesse Klavers van die andere drie partijen, check hen even. En dan kijk in hun ogen en bedenk, oké, kan ik die vertrouwen? En dan kun je nog als soort van hulplijn gebruiken, kies iemand in je omgeving die je vertrouwt, waarvan je weet dat diegene betrokken is in politiek. Vraag diegene, hey, ik neig naar die persoon, wat vind jij ervan en wat stem jij? En dan op die manier kun je best wel makkelijk... Jij kan dat misschien vragen aan iemand uit de achterbuurt. Kijken wat ze daarvan Mini. Hebben. Mini. Mini, wat ga je eens? Ik stem niet op. Hey, Kees, op wie ga jij stemmen? Heb je al enig idee? Ja, ik heb best wel een idee. Ik zou inderdaad op GroenLinks gaan stemmen. Ondanks dat ik nog steeds vind dat Jesse wat gepassioneerder mag zijn. Zo. Nee, ik heb mij net niet op flauw doen. Ik heb bij jou ook het gevoel, net zoals een paar dingen die je doet in zo'n gesprek, dat je heel erg... Het voelt als een soort manier. En dat is wat ik... Nogmaals, ik ken je niet, dus ik wil zeker niet je beledigen. Maar dat is wat ik merk... Altijd een beetje mijn afstand. Maar ik vind het te belangrijk om te stemmen. Als ik me dan inderdaad ga verdiepen. En niet in de persoon per se. Want dat is ook waar we lijkt wel... We zijn zo gewend om of voor personen. Onze favoriete... Is het Lijp of Ismo? Is het Biggie? We zijn alleen maar daarmee bezig. Maar het gaat erom uiteindelijk om de standpunten. En ja, wat Vincent zegt. Er blijft als je even je 5 minuten verdiept... Dan al weet je het. En dat moet je misschien niet per se doen door een stemwijzer alleen. Ja. Want ik vond de vraag over de stemwijzer best wel moeilijk. Al, ik weet helemaal niet wat ik daarvan vind. Yeah. Maar als je dan gewoon een filmpje gaat kijken. Of inderdaad naar... goed, je hebt inderdaad die man van het CDA. Die wil dat... Vindt dat we allemaal volkslied moeten zingen met een soort Hitlergroep erbij. Ja, een soort kinderboek uit de jaren 40 moeten gaan leven opeens. Yeah. Oké, die is afgevallen. Je hebt sowieso een aantal retards... Waar we zo van weten, die zeggen zulke krankzinnige dingen. Als het niet GroenLinks is, dan... Nou, SP heb ik vroeger op gestemd. Ik heb... ik vind dat communisme nog niet echt de kans heeft gehad die het verdient. Nee, maar ik vind dat politiek sowieso iets gaat over iets sociaals. Of hoe ga je met elkaar om? Hmm. Een politieke partij die bezig is alleen maar met geld verdienen... er is meer dan dat. Ja. Weet je wel, geld verdienen is blijkbaar iedereen al heel erg mee bezig. Maar ik vind het ook belangrijk, hoe gaan we met elkaar... om. Als ik in ieder geval op GroenLinks sta, maak ik in ieder geval duidelijk dat ik het niet eens ben met de PVV. Mm-hmm. Dat vind ik het allerbelangrijkste. Dat ik het niet mee eens ben met dat we bang voor elkaar moeten zijn. En dat ik de hele manier hoe daar gesproken wordt, dat ik dat gewoon belachelijk vind. Mm. En dus wat dat betreft zou dat een keuze zijn. Oké. Okay. Jij, Jiggy?
Op wie? Ja, daar ben ik het. Ja, ik sluit me gewoon voor het grootste deel gewoon aan bij Kees. En ik vind dat ook bijvoorbeeld dat er jullie willen dat er meer belasting wordt betaald door hoogverdieners en grootverdieners. Daar ben ik het roerend mee eens. Ik heb gewoon zoiets van. Je weet toch niet, iedereen heeft dezelfde kansen in dit land, hoe je het ook wil verdedigen. En ik vind gewoon dat de mensen, zeker de mensen die in geld worden geboren en vervolgens dat weer kunnen voortzetten, die moeten gewoon wat extra bijdragen voor de mensen die minder kansen hebben. Dat zie ik als een heel logisch systeem. Mm-hmm. En de kleine middenpartij, die mag minder belasting gaan betalen. Nou, volgens mij vallen wij daar bijvoorbeeld nu allemaal in. En, dus ja. dat is niet eens zozeer voor mezelf. Ik denk gewoon dat dat goed is. Ik denk dat die mensen zeg maar gestimuleerd dienen te worden. Om dat er niet wat minder druk op moet liggen. Hoe groot schat je maar in mijn partij dat je, gaan we anders doen. Dat je de grootste gaat worden? Ik schat de kansen heel serieus in. Ik denk dat het kan. Je ziet nu, de VVD en de PVV die zijn alleen maar aan het zakken in de peilingen. En er zijn drie partijen die nog in de buurt komen. Mm-hmm. En daar zijn wij er één van. Maar als dus ik het goed begrijp, ik ben niet super diep in die hele politieke shit, zeg maar. Maar jij maakt kans om minister te worden? Of heb ik dat niet goed begrepen dan? Nee. Wij maken de kans om steeds de grootste partij te worden. De grootste partij te worden, maar jij. Er zijn toch ook een paar mensen die zeg maar minister willen worden en zo. Dat kan ook. Dat is wel wat anders. Dat werkt anders. Ja, misschien, maar het werkt. Eerst zijn er verkiezingen, en dan zijn er partijen. En dan moet je meerderheid in de Tweede Kamer krijgen. Dus dan heb je meer dan 75 zetels nodig. Mm. Dus dan ga je met allerlei partijen proberen samen te werken. En die partijen die vormen een regering, een kabinet. En die mensen die kunnen ministers naar voren schuiven. En dat zou je kunnen zijn. Zou je dat willen zijn? Zou ik willen zijn. Ik zou zelfs jou kunnen vragen. In theorie. Ik zou het niet doen. Maar dat kan iedereen. Daar hoef je niet voor gekozen worden. Daar moet je voor worden gevraagd. Ja, okay. En als je ik zou het willen. Ik wil heel graag eerlijke delen in Nederland. Ik vind het echt bizar dat sommige mensen gewoon veel minder kans hebben dan anderen. Dat zou best zijn als je een halve mokro minister wordt, man. Dat zou wel dood zijn. Zeker. Ja. Ik zou trouwens wel mensen willen aanraden om GroenLinks te stemmen. Eigenlijk om de overweging die je net zelf aandraagt. Dus kijk, op rechts is het best wel helder wat het belangrijkste thema is. Mm-hmm. Geld. Ja. En dus de idealen en de pragmatiek komt heel makkelijk bij elkaar. Ja. Want het ideaal is geld. En hoe het werkt is geld. Is geld, ja. En zeg maar bij jullie en op helemaal op links is geld is hoe de idealen worden gefaciliteerd voor een groot deel. En daardoor is het iets wolliger of zo. Klopt. Dus wat ik zat te denken is van als je nou een soort voorverkiezing op links doet. Ja. Iedere verkiezing. En het is geen bindende verkiezing natuurlijk. Maar wel eigenlijk om te adviseren aan het volk. Hmm. Maar voor links, gewoon zo van, dit zijn de partijen op links, misschien de middenpartijen erbij voor de vorm. En dan gewoon zeggen van, cool, daar hebben we eigenlijk al een winnaar. Coalities van tevoren vormen. Ja, soort van, en dan hebben we in ieder geval een winnaar op links, waar iedereen helder over is. Dat moet je ook even bellen. Ja, toch, is goed. Ik denk nog steeds dat het een goed idee is, omdat het is minder helder op links. Maar wat ik ook wil voorstellen, misschien ook wel interessant, is dat misschien leuk is als jij bijvoorbeeld belooft dat we de komende 4 jaar, helemaal als je de grootste wordt, dat we dan om de zoveel tijd, misschien om het half jaar of zo. Sorry, dat we dan om het half jaar even dat je even hier aanschrijft en even een soort verslag komt uitbrengen wat de vorderingen zijn. Doen we. Om het half jaar. Ja. Nice. Dan zetten we de volgende keer zetten we naast de 7 alias. Toch? Ja, toch, maar gewoon dat jullie even kunnen in de gaten kunnen houden van. Heel stel goed. Je voor dat jullie GroenLinks stemmen. Ja. Dat jullie dan even in de gaten kunnen houden van luister, dit werd er toen gezegd, dit heb je toen gezegd. Kunnen we eventjes rekenen, even kijken hoe het nou precies gaat. Even controleren. Lijkt me een goed idee. Graag langs. Pak even nog een laatste promo momentje. Waarom moet de jeugd of Nederland stemmen op jou? Even 10 seconden heb je. Ik ga eerst eens algemeen. Je moet. Dit is het. Okay. Je moet überhaupt gaan stemmen. Want dat, je stemt. Dat weten we. Je stemt, we moeten stemmen. Moet dat weten stemmen. We. Maar waarom je op GroenLinks moet stemmen? Waarom je op mij moet stemmen? Omdat ik wil dat we Nederland een premier krijgt die tegen alle Nederlanders zegt, je hoort erbij. En voor wie het Nederlandschap onvoorwaardelijk is. En dat je het niet zomaar kan afpakken. Mm. En een premier, omdat je premier wil en een partij, die gelooft in eerlijk delen. En dat het heel normaal is dat je heel veel geld verdient, dat je iets meer belasting betaalt, zodat iedereen gelijke kans heeft in dit land. Mooi. Mooi gezegd. Vind ik een goede afsluiter van de show, jongens. Ik wil jullie bedanken voor het komen. Gaan we handjes schudden, ja? Gewoon lekker. Dit is mijn wereld. Ik doe het niet aan. Oh, oké. Wat ik moest met jongens, dankjewel voor alle mensen thuis. Ja, ik zou zeggen, ga lekker stemmen. En als je op hem wil stemmen, dan moet je dat vooral doen. En als je op Geert Wilders moet stemmen, ja. Niet? nogmaals bedankt, jongens. Je kan alles checken in de beschrijving als je mensen wil volgen. Kies, heb jij nog wat toe te voegen? Ja, ga allemaal stemmen, jongens. Allemaal stemmen. Ja, dat was een mooie dank voor het kijken. Tot volgende week. Peace. Yo. Okay.